Hoi, in deze video dan echt aan de slag met koken en bakken. Ik laat je een aantal onmisbare tips zien om zo efficiënt en hygiënisch mogelijk je recept uit te voeren zoals je die gepland hebt. Van het pakken van je ingrediënten tot koken, snijden en bakken en zorgen dat het geen zootje wordt allemaal. Te beginnen bij het verzamelen van al je ingrediënten. En in het kader van efficiëntie, dat betekent dus praktisch en handig werken, zorgen dat je geen tijd verspeelt, betekent het dat je niet voor elk ingrediëntje heen en weer moet lopen, pakken en weer terug. Kijken wat je nog meer nodig hebt. Heen en weer lopen, pakken en weer terug. Enzovoort, enzovoort. Dat is dus totaal niet efficiënt. Wat je wel moet doen, is goed kijken van welke dingen kan ik in één keer meenemen. Bijvoorbeeld, je kan een bord pakken. Een beetje een diep bord met een hoge rand. En daar kun je natuurlijk ook al verschillende dingen opleggen. En verschillende dingen in één keer weer mee terugnemen. Daarnaast kan het zo zijn dat je van verschillende ingrediënten dingen moet afwegen. En wat ik vaak leerlingen zie doen, is dat ze voor elk ingrediënt een apart bakje meenemen. Ten eerste is dat best wel veel tijd en het zorgt er ook voor dat je natuurlijk heel veel afwas krijgt. Maar als in het recept staat dat alles toch al bij elkaar in één grotere kom kan, doe dat dan. Tip! Als je bezig bent en je handen worden een beetje vies, veeg het dan niet af aan je schort. En dat is echt heel moeilijk, want je bent, voor je het weet, doe je het. Ben je druk bezig en dan heb je handen vies. Denk je, probleem, mijn handen zijn vies en ik moet het afvegen aan mijn schort, want dat is zo lekker dichtbij. Niet doen. Als je vieze handen hebt, geen paniek. Loop even naar de kraan, was je handen, maak ze weer droog en ga weer verder. Als je bezig bent met koken, ben je bezig met vork, mes, lepel, koksmes, spatel en dat soort dingetjes. Die dingen worden natuurlijk vies van en dat geeft niet. Maar, tip, leg het niet zomaar op je werkblad neer, maar leg daar eventjes een bord onder. Dus bord neerleggen en daar leg jij je lepelmes en je andere gereedschap op, zodat je niet je hele werkblad vuil maakt, maar alleen dat bord en dan hou je dat mooi bij elkaar. En dan even over het volgende, namelijk een vaatdoek, de handdoek en de theedoek. Die hebben nogal een andere functie, maar zorg ervoor dat je ze alle drie bij je in de buurt hebt. Wanneer gebruik je nou eigenlijk welke? De vaatdoek gebruik je om je werkplek tijdens het koken schoon te houden, de handdoek om je handen mee droog te maken, dat snap ik ook wel, maar ik zie te vaak leerlingen hun werkplek schoonmaken met een handdoek. Niet doen, daar heb je een vaatdoek voor. En de theedoek gebruik je natuurlijk om, als je hebt afgewassen, je vaat droog te maken. Dit is je werkplek en dat is eigenlijk niet enorm veel ruimte. Dus zul jij zo efficiënt, dus zo goed mogelijk, gebruik moeten maken van die ruimte. En daarin moet je dus van alles leggen. De dingen waar je mee bezig bent en je recept en je bord waar je je bestek en je vieze mes en vieze vork en zo oplegt. Waar is het nou handig om te doen? Nou, stel je voor als je recept hier neerlegt, dat je denkt, nou mooi, dan kan ik het dichtbij lezen. Is niet zo'n handige plek, want stel je voor ik ga hier bezig, dat betekent dus dat ik al mijn voedsel en ingrediënten over mijn recept heen moet tillen naar waar ik bezig ben. Dat is gewoon niet handig, want voor je het weet zit je hele recept onder de smurrie. Je plek voor je recept is rechtsboven. En de plek voor je bord, waar je bijvoorbeeld je vieze vork, mes enzovoort oplegt, is hier. Waarom? Hier ben ik bezig met de pannen. Hier staat alles lekker te pruttelen, kan ik hierin roeren. En de afstand om mijn vieze vork of mes of wat dan ook daar neer te leggen is heel erg klein. Mijn recept ligt mooi uit de weg van de viezigheid. En hier heb ik dan het vlak waar ik aan de slag ga om te werken. Bijvoorbeeld de snijplank met een anti-slipmatje eronder. Mijn groene snijplank, oftewel de snijplank voor groente en fruit. En op die manier heb ik mijn werkplek efficiënt ingedeeld. Tip, ruim tussendoor op waar dat kan. Hoe ziet mijn werkplek eruit? Zijn er dingen die al richting afwas kunnen? Zijn er dingen die ik nog nodig heb? Dingen die op een ander plekje kunnen? Zorg ervoor dat je, terwijl je bezig bent, misschien zelfs onder lichte stress en druk en spanning staat, omdat dingen op tijd af moeten komen. Zorg er dan toch voor dat je werkplek netjes blijft. Helemaal als je net vlees hebt aangeraakt en gesneden, dan zijn je handen, je mes en je snijplank vies. Voordat je verder gaat, spoel die drie even af, zodat je geen rauw vlees overal aansmeert en je kan weer door. Dit zijn de belangrijkste dingen die jij moet weten om te kunnen koken en bakken. Maar er is nog natuurlijk veel meer om te laten zien. En de andere tips heb ik allemaal in kortere filmpjes gezet. Zoals het afwegen van je ingrediënten. Hoe doe je dat? Snijden met een koksmes gaat lekker snel, maar hou je vingers heel. Snijden met een dun schiller, snipperen van een ui, snijden van een tomaat, snijden van een paprika. Andere snijtechnieken zoals brunoise, chinoise en hakken. En nog een video met alle tips op een rijtje.
en een langere film waarin ik van begin tot eind een compleet recept laat zien van pasta met kip. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.